Vandaag ga ik pancake art maken en in het Nederlands betekent dat kunst met pannenkoeken. Nou, ik weet niet of we nou echt kunst gaan maken met pannenkoeken, maar het is wel heel erg leuk om te doen. Als het ware maak je een tekening met pannenkoekenbeslag in de pan, daarna kook je het en dan wordt het een hele leuke pannenkoek. Nou, als je benieuwd bent naar hoe je dit zelf kunt doen, blijf dan lekker kijken en laten we beginnen. Dit is wat je nodig hebt. Een koekenpan, een spatel, olie of boter, pannenkoekenbeslag. Het recept hiervan zet ik onder deze video in de beschrijving. Het is een recept voor Amerikaanse pannenkoeken. En deze flesjes. Nou, deze heb ik in Amerika gekocht, maar ik heb ook gevonden waar je ze online in Nederland kunt kopen. Dus de links daarvoor zet ik onder deze video ook in de beschrijving. Je begint met het pannenkoekenbeslag en deze giet je over in een van de flesjes. Dus ik haal het dekseltje eraf en je duwt het beslag ook in het flesje. Zo, dat is genoeg. En nu kunnen we beginnen met het maken van pancake art. Als eerste voeg je olie of boter toe aan de pan en deze smeer je uit over de hele pan heen. Daarna zet je het vuur aan en laat je de pan goed heet worden. Na een tijdje kun je een testpannenkoek maken om te kijken of je pan heet genoeg is. Kies gewoon een simpel figuurtje uit. Ik gebruik hier een hartje. Als je namelijk iets te ingewikkeld maakt, kan het zijn dat je testpannenkoek er niet goed uit komt te zien. En dat is zonde van al je harde werk. Dus ik vul het hartje in. Daarna laat ik hem eventjes bakken. En zodra je de bubbeltjes in het beslag ziet, dan is het tijd om de pannenkoek om te draaien, want dan is die goed doorbakken. En zo ziet mijn testpannenkoek eruit. Voordat ik deze pannenkoek had gemaakt, had ik een paar hartjes gemaakt die helemaal mislukt waren. Dus blijf gewoon doorgaan totdat de pan heet genoeg is en dat je testpannenkoek er oké uit komt te zien. En een tip is om de testpannenkoeken misschien wat kleiner te maken, zodat je niet zoveel beslag gebruikt in het begin als ze mislukken, want dat is zonde. En nu zijn we klaar voor de eerste echte pancake art. Dus ik ga nu wat ingewikkelders maken. Ik begin eerst met de lijntjes. En de regel die je moet onthouden is, hoe langer het beslag in de pan ligt, hoe bruiner het wordt. Dus de lijntjes worden zometeen het allerdonkerste. En die laat ik hier eerst eventjes een beetje bakken, zodat het goed bruin wordt. En daarna ga ik ze kleding invullen. Dus dit wordt zometeen het tweede meest bruine stuk van de minion. En daarna kleur ik zijn hoofd en zijn lichaam in, want dat wordt dan het lichtst. En als allerlaatste kleur ik zijn oog in en daarna draai ik de pannenkoek zo snel mogelijk om, zodat zijn oog niet al te donker wordt. En zo ziet mijn minion eruit. Ik vind hem best wel goed gelukt. Nu maak ik een heel simpel huisje. Ik vind het zelf heel erg schattig en het lijkt een beetje op een Hans en Gietjes huis. Dus ik voeg dakpannen toe en rook. En hier kleur ik eerst de rook, het raam en de deur in. En daarna het dak. Ik had ietsje langer kunnen wachten om alles een beetje bruiner te laten worden en dan pas de rest van het huis in te vullen. Maar op zich vind ik hem nog best wel goed gelukt. Hier maak ik een Rubik's kubus. En het leuke hieraan is dat je gewoon eigenlijk kleuren kan toevoegen aan de Rubik's kubus. Omdat we eerst vakjes heel erg bruin laten worden. Daarna voeg je nieuw beslag toe en dat laat je ook weer wat bruiner worden. En dan voeg je weer nieuw beslag toe. En dan laat je ook weer wat bruiner worden. Maar het wordt steeds minder en minder bruin. En zo komt het er dan uit te zien. Als laatste maak ik een vrij uitgebreide tekening. Ik ga nog niet zeggen wat het precies is. Maar ik denk dat je het heel snel wel zult herkennen. Dus ik begin eerst natuurlijk met de lijntjes. Omdat deze dan het donkerst worden. En zelf vind ik dat gewoon het mooiste en het handigste om mee te werken. Dus ik zou dat aanbevelen als jij ook pannenkoekenart gaat maken. En zoals je kunt zien maak ik hier het oog, maar ik was er niet zo blij mee, dus ik haal het er gewoon uit. En daarna voeg ik nieuw beslag toe in de vorm van een oog met wimpertjes en zijn neus en zijn mond. En je kan het zien, het is SpongeBob! Yay! Ik was nog een paar gaten vergeten toe te voegen aan zijn gezicht, dus dat doe ik even snel, zodat deze goed donker kunnen worden voordat ik hem invul. Daarna voeg ik het onderste gedeelte van zijn broekje toe. En dan zijn sponslichaam. Dus dat wordt zometeen het bruinste gedeelte van de hele tekening. Achteraf gezien had dit misschien iets sneller gemoeten. Omdat hij er vrij bruin uit kwam te zien. Maar dat maakt niet heel veel uit. Nou, dan laat ik dat eventjes bruin worden.
En dan voeg ik de volgende gedeeltes toe. Dus zijn mond. En daarna de rest van zijn kleding. En zijn ogen. Zijn overhemd en zo. Dat moet allemaal wit zijn. En zijn ogen ook. Dus ik probeer het zo snel mogelijk om te draaien. En zoals je kunt zien is zijn been gebroken. Dus ja, zielige SpongeBob. Lijkt een beetje alsof hij ietsje te lang in de zon heeft gezeten. Maar goed. Nou, laten we even kijken naar het eindresultaat. Zoals je kunt zien heb ik hier een Rubik's Kubus. Een huis. SpongeBob. Een hartje en een minion. En Huider. Nee, grapje. Zelf vind ik deze pannenkoeken best wel goed gelukt. Ik ben er gewoon heel erg blij mee. Zoals altijd heb ik natuurlijk ook een vraag van vandaag. Wat vind jij het lekkerst om op je pannenkoek te doen? Persoonlijk vind ik pannenkoeken met appel echt ontzettend lekker. En natuurlijk gewoon de klassieker pannenkoek met stroop. Dus laat me het antwoord weten in de reacties onder deze video. Vergeet natuurlijk ook niet een duimpje omhoog te doen. En dan zie ik je in de volgende video. Doeg! Hoi! Vandaag... En daarna kook je het en dan wordt het een hele leuke uitziende pannenkoek. Als je hier naar benieuwd maar. Als je benieuwd bent naar hoe jij zo'n pannenkoek kunt maken. Als je benieuwd bent. God, that's such a tough sentence. Als je benieuwd bent.